hebben jullie ook een meedijn liedje dan? Meedijn liedje. Meedijn liedje. Nou, we zijn in de keuken bij mij. En gelijk aan de keuken is de badkamer. En dan komen we hier de woonkamer in, waar gelijk mijn slaapkamer is. De eettafel, waar ik persoonlijk niet echt aan eet, maar goed. En de woonkamer. De ouderen wonen daar. Nou, ik kan hier wonen goedkoop, zeg maar. En in ruil daarvoor doe ik dan 30 uur vrijwilligerswerk per maand. En dat houdt in dat je dan dus met ouderen activiteiten gaat doen of ondersteunt. Laat me, laat me, laat me mijn eigen gang maar gaan. Zelf doen we elke maandag samen met mijn andere buurmeisje muziekavond. Heel simpel met meestal iets van 10 mensen. Nou ja, dan spelen we gewoon een mix tussen oude nummers en nieuwe nummers. En dan wisselen we dat een beetje af. En we schenken koffie in. Koffie, oké. Alleen met suiker. Heeft u een koekje nog? Toch is er vaak wel behoefte aan een praatje. Als je even komt voor iets kleins of zo, dan wordt het vaak wel een gesprek. En dan, ja, daar haal ik gewoon uit van, daar hebben ze behoefte aan. En dan vind ik het wel fijn dat ik dat kan doen. Want anders, ja, had ik niet echt heel veel ouderen ontmoet, zeg maar. En ook niet echt kunnen helpen op die manier. Nou is het wel eens goed dat we eten bezig zijn. Ja, soms wel, hè. Ja. Soms is het wel eens nodig. Juist. Ja. Ja. Je moet niet te braaf zijn hier. Heb je mee een liedje? Zo, ja. Elkaar vast moeten houden. Ja, juist. Ja. Zo. Ja, dat is zo leuk. Ja, dat is mooi.